Belasting betalen moeten we allemaal, ook jij als ZZP'er. Maar hoe betaal je zo min mogelijk belasting? Daar ga ik je in deze aflevering mee helpen. Het begint allemaal met het urencriterium. Het urencriterium, als je daaraan voldoet, dan krijg je een aantal aftrekposten waardoor je een stuk minder belasting betaalt. Het urencriterium is 1225 uur. Dus per kalenderjaar moet je 1225 uur maken om te voldoen aan het urencriterium. Je krijgt dan bijvoorbeeld zelfstandig aftrek. Zelfstandig aftrek is zo'n 7200 euro wat je zomaar kan aftrekken van de belasting. Ben je een starter, dan krijg je te maken met startersaftrek. Startersaftrek is zo'n 2300 euro wat je zomaar even extra kan aftrekken van de belasting. In totaal gaat het snel op zo'n 9400 euro wat jij lekker zo in je achterzak steekt. Die 9400 euro mag je aftrekken van je winst en voor elkaar. De MKB winstvrijstelling, die kan je ook claimen als ZZP'er. Heb je winst gemaakt, dat hoop ik wel voor je, dan mag je 14% van dat winst mag je aftrekken. Dus 14% van de winst hoef je geen belasting over te betalen. Dat mag iedereen, dus ook als je niet aan het urencriterium voldoet, mag je dat lekker even meenemen, die 14%. Investeringsaftrek is nog zoiets. Als jij investeert, zorg dan dat je meer dan 2300 euro investeert. Moet je natuurlijk wel het geld hebben, logisch, maar investeringsaftrek, als jij denkt dat je 2000 euro dit jaar investeert en volgend jaar januari weer 2000 euro, is het samen 4000 euro, zit je boven de 2300 euro. En boven de 2300 euro mag je 28% extra aftrekken. Dus zorg dan dat je die investeringen in één jaar doet, zodat je 4000 euro investeert. En dan kan je tussen die 2300 en die 4000, dus voor 1700 euro, kan je mooi even 28% meenemen. Je arbeidsongeschiktheidsverzekering ook niet vergeten. Je arbeidsongeschiktheidsverzekering is een aftrekpostje. Alleen die aftrekpost mag je pas in je inkomstenbelastingaangifte aftrekken en niet in je winst- en verliesrekening. Dus boek hem niet ten laste van je winst, maar ten laste van je belastbaar inkomen. Dat is belangrijk, moet je wel even opletten. Laatste tip, willekeurig afschrijven. Investeer je dit jaar heel veel en verdien je als een gek, zorg dan dat je willekeurig afschrijft en zorg dan dat je een deel van jouw afschrijvingen naar voren haalt. Dus dat je eerder afschrijft, waardoor je minder belastingdruk hebt. Tot zover mijn tips. Ik wens je heel weinig belasting toe en succes!